Het openbaar vervoer wordt vooralsnog gesubsidieerd door de overheid middels objectsubsidie. Dit betekent dat de passagier geen extra kosten in rekening gebracht mag worden, zei minister Albert Jubitana van Transport, Communicatie en Toerisme vandaag tijdens een regeringspersconferentie. De bus- en boottarieven van het openbaar vervoer blijven dus gehandhaafd. Jubitana benadrukt dat de overheid de huidige tarieven nog voor enkele maanden zal opvangen. Dus met name objectsubsidie en richting subjectsubsidie, omdat we nu nog met het ministerie van Sociale Zaken of binnen de regering nog zaken bezig zijn uit te werken. Met name het digitaliseren van zeker het openbaar vervoer, zodat wij die overstap kunnen maken. Ook hetzelfde geldt voor de NVB. Dus geen extra verhoging of geen verhoging. Dat kan niet, dat mag niet, omdat deze doelgroepen, deze busorganisaties, deze instituten opgevangen zullen worden middels de objectsubsidie. Ook de boothouders zijn we in gesprekken mee. Daar maken de boothouders merendeels van gasoline. Dus dat drukt ook heel zwaar, omdat gasoline veel duurder is. En dat zal ook in nauw overleg plaatsvinden, dat wij dat gedeelte ook opvangen. Dus ik mag zeker de gemeenschap namens de regering informeren dat er geen paniek hoeft te ontstaan of dat ze zich laten uitbuiten, want ook daar... Passagiers kunnen altijd klachten doorgeven aan het Nationaal Vervoersbedrijf NVB om bijvoorbeeld aan te geven op welke routes zij prijsopdrijvingen tegenkomen. Ten aanzien van inkomstenverhogende maatregelen liet Jubitana weten dat de overvlieggelden die al jaren gesteld zijn op 5 SRD zullen worden verhoogd. Aanpassingen zullen komen voor vliegtuigen die over ons luchtruim vliegen. En die moeten gaan resulteren in minimaal 300 miljoen op jaarbasis. En de lange, ik zei al 5 SRD. Het ziet er naar uit dat we richting 10 en 25 US zullen moeten gaan om die inkomsten binnen te kunnen halen en zodoende ook de sector beter te kunnen bedienen en van dienst kunnen zijn. Een verhoging van de overvlieggelden is vereist omdat de luchtvaartdienst een achterstand heeft aan capaciteit, apparatuur en software om internationale standaarden te kunnen bijbenen.